Why don't you lay hands on your spirit? Dus waarom legt u geen handen op uw geest? Say, I open my spirit. Ik open mijn geest. To receive. Om te ontvangen. From the Lord. Van de Heer. In Jesus' name. In Jezus naam. Amen. Amen. So last time. Dus vorige keer. We learned. Hebben we geleerd. Why most believers they lose their motivation. Waarom veel gelovigen hun motivatie kwijtraken. They started well. Ze beginnen goed. But at the end of the day they lose their motivation. Maar aan het einde van de dag zijn ze hun motivatie kwijt. You can only be motivated to move further with God based on revelation. En je kan alleen maar gemotiveerd zijn om verder te gaan met God gebaseerd op motivatie. And we learn. Gebaseerd op openbaring. We learn. En we hebben geleerd. One of the duties of the Holy Spirit. Dat een van de taken van de Heilige Geest. Though we worship the Holy Spirit. Ook al aanbidden wij de Heilige Geest. But his duty, maar zijn taak is, to reveal Christ to us. Is om Christus te openbaren aan ons. Halleluja. And we also discover that the more you know who Jesus is to you. En we hebben ook ontdekt dat hoe meer je ontdekt wie Jezus Christus is voor u, the more you discover who you are. Hoe meer je ontdekt wie u bent. And the further you go with your walk with God. En hoe verder u kan groeien met uw wandel met God. Halleluja. You will not come into this dilemma whereby today you are zealous, the next day you are not. En u komt dus niet dan in een dilemma dat u de ene dag zo gepassioneerd bent en de andere dag niet. We discover why we are filled with the Holy Spirit. We hebben ontdekt waarom we gevuld moeten zijn met de Heilige Geest. To do the work of God. Om het werk van God te doen. And also. En ook. We discover that. Hebben we ontdekt dat, there to reveal Christ to us. Dat hij daar is om Christus te openbaren aan ons. That is why the Holy Spirit is there. En daarom is de Heilige Geest daar. Today, vandaag I want to go further, wil ik verder gaan to show to you two kinds of men on the planet Earth. Om u te laten zien twee soorten mensen die op aarde zijn. Because until you understand this concept. Want pas dat u dit concept begrijpt. Yesterday I was just sitting and thinking. Gisteren zat en dacht ik. How the whole world is already cleansed. Hoe de hele wereld al gereinigd is. But not everybody in the world have the seed. Maar niet hoe iedereen het zaad heeft. I think I blew up somebody's mind this morning, but we'll deal with that some other day. Hallelujah. En ik denk dat iemand zijn verstand heeft ontploft. Deze morgen. I was just sitting alone and I'm thinking. En ik zat alleen, ik zat te denken. So today I want to show you something about two kinds of men on the planet Earth. En vandaag wil ik u dus twee soorten mensen laten zien op de planeet Aarde. And you must know the origin of these two men. En u moet weten de origine van deze twee soorten mensen. Hallelujah. So if you have your Bible, why don't you open it to the book of Genesis chapter number 3? En als u Bijbel bij u heeft, sla met mij open Genesis hoofdstuk 3. Genesis 3. Genesis hoofdstuk 3. Let's start reading from verse 15. En laten we lezen vanaf vers 15. And I will put an enmity between thee and the woman and between thy seed. So now, if you have your Bible there, I would love you to underline the word seed. En als u uw Bijbel daar bij u heeft, onderstreep dan het woord nageslacht. And her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. That was a prophecy that came when Adam fell. En dat was een profetie die uitgesproken was toen Adam viel. That word seed. En dat woord nageslacht. I will call it, not that I will call it, in Hebrew, is zera. Ik zal het noemen in het Hebreeuws en het heet zera. It means fruit. Het betekent vrucht. It means reward. Het betekent beloning. The reward you get out of something. Beloning dat u krijgt uit iets. But it means semen. Maar het betekent zaad. Like the sperm of a man.
Het betekent sperma van een man. It is used to describe. Het wordt gebruikt om te omschrijven. A new generation. Een nieuwe generatie. It is used to describe. Het wordt ook gebruikt om te beschrijven. An offspring of something. Een nageslacht van iemand. It also means descendants. Het betekent ook nakomelingen. Like for example, the descendants of Pastor Jean-Pierre, you can see JL, Sarai and all of you spiritually. En de nakomelingen van Jean-Pierre zijn JL, Sarai en jullie ook, want het is ook iets geestelijks. That is a future generation. Dat is een toekomstige generatie. But if you check, maar als u kijkt, scientifically proven, wetenschappelijk bewezen, this offspring carry the same DNA of their parents. Dat deze nakomelingen dezelfde DNA hebben als hun ouders. That's why they go for DNA test to really check is this your mother or your father. En daarom gaan ze voor een DNA test om te kijken van is dit werkelijk uw vader of uw moeder. Are you getting this? Hoort u dat? So, when you look at the seed, dus als u kijkt naar het zaad, you can see, dan kunt u zien the DNA of their parents in them. De DNA van hun ouders in hen. So you see, in the beginning, God created the heaven and the earth. Dus als u ziet, God schiep de hemel en aarde in het begin. And he took man. En hij nam de mens. And placed man in the garden. En heeft de mens geplaatst in de tuin. In Genesis chapter 2, let me give you some small history. En laat me een beetje achtergrondinformatie geven, geschiedenis. In Genesis hoofdstuk 2. That garden had the tree of life. Had dat hof van Eden, had de tuin, in die tuin stond een boom. En het was de boom des levens. And the tree of knowledge and evil. En ook de boom van goed en kwaad. That's Genesis 2:9. Dat is in Genesis 2 vers 9. The tree of life also in the midst of the garden and the tree of knowledge of good and evil. It was in the garden, say in the garden. Het was in die tuin. So what happened? Dus wat gebeurde er? When God placed man in that garden, toen God de mens plaatste in die tuin, he gave man full dominion over all things. Gaf hij de mens volle heerschappij daarover. Now don't assume you have heard this before. En ga er niet vanuit dat u dit al eerder heeft gehoord. Because I want to go to some places today. Want ik wil andere plaatsen aanraken vandaag. And the whole this lesson. En deze hele les. We'll be teaching you to be making the right choices. Gaan we het hebben over de juiste beslissingen maken. I hear something from Reverend Eastwood. He said people that are always moving everywhere, checking everywhere and going everywhere never get anywhere. En mensen die alles maar checken en maar bezig zijn met andere dingen en willen weten wat daar gebeurt en hier gebeurt, die gaan nergens heen. And he said something that I believe so much. En hij zei iets waar ik today ook echt you bring in wil. The revivalist. Vandaag breng je een iemand die opwerking moet brengen. By the time he's done for one week, he messed up your whole church. Then you want to build it up again. Come on. En dan heeft hij een hele week een opwekkingsweek gedaan. En dan moet jij als voorganger alle troep gaan opruimen die veroorzaakt zijn tijdens die week. Well, that is what I believe. Dat is ook wat ik geloof. I believe that many years ago, before I ever become a pastor. Dat geloofde ik al voordat ik een voorganger werd. That doesn't mean we don't need them. Dat betekent dat we ze niet nodig hebben. But I believe I'm one. Maar I am a walking revival. Ik geloof dat ik een wandelende opwekking ben. So I'm not praying for one. Dus ik bid niet voor één. Then God will be asking me, who are you? Yeah. En dan gaat God vragen aan me stellen. Do you know what you have been doing for years? Weet je dan wel wat je al die jaren bouwt, wat je aan het doen bent? So watch this. Dus kijk dit. Now you see. Nu ziet u. Satan. Satan was very. Was so trickish. Was zo venijnig. In Isaiah chapter 14. In Isaiah hoofdstuk 14. He rebelled against God in the heavens. Konden we zien
hoe hij rebelleerde tegen God in de hemelen. And you know this kind of rebellion was not even a physical thing. He was just having a thought in his heart. En het was niet eens fysiek, hè. Dit was gewoon een gedachte die hij had in zijn hart. He had a thought in his heart. Hij had een gedachte. Isaiah 14 vers 13. Laten we lezen Jesaja 14 vers 13. Daar staat het duidelijk geschreven. So when God created these people, Adam and Eve, they were covered with light. Say light. Light. Say light. Light. They were covered with light. So that light that they were covered with was the presence of God. When you read Isaiah 60 verse 19, the Bible says something about that light. Get there for me. En als we naar Jesaja 16 vers 19 gaan. The sun shall no more be the light by day, neither for the brightness shall the moon give light unto thee. But the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory. So Adam and Eve, dus Adam en Eva, never discovered that they were naked because they were covered with glory. Amen, amen, amen. Konden dus niet weten dat ze naakt waren omdat ze bedekt waren met de glorie. They were covered with light. Ze waren gedekt met licht. God would come during the day and walk with them in the presence. They were not missing anything, like how people are saying that I'm lonely. En ze misten dus helemaal niks, want God kwam in de koelte van de dag met ze wandelen en ze misten helemaal niets, zoals sommige mensen beweren van ja, ik ben eenzaam. They did not even need faith. God was their faith. Ze hadden niet eens geloof nodig, want God was hun geloof. God would come and walk with them, fellowship with them, talk to them. So they had a great time. En God zou komen en met ze zijn en ze hadden een geweldige tijd. Adam, when he was created, did not miss anything. En Adam, toen hij werd gecreëerd, miste helemaal niets. It was God that said, it is not good for man to be alone. Het was God die zei, het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Why didn't they miss anything? En waarom miste niks? The presence of God was their everything. Want de tegenwoordigheid van God was hun alles. They were full of joy. Ze waren vol van vreugde. They were covered with light. Ze waren helemaal bedekt met licht. They were full of the glory. Ze waren vol van de glorie. Adam en Eve. En Eva were sinless. Waren zonder zonde. But until now, maar tot nu toe. Until now, tot nu toe. They did not partake of the tree of life. Hebben ze niet deelgenomen aan de boom des levens. They were created sinless. Ze werden gecreëerd. But they didn't zonde. Partake of the tree of life yet. Maar ze hebben niet deelgenomen aan de boom van het leven. So I want that one to soak. En ik wil dat het zinkt. Are you getting this? So Satan in Isaiah 14 thought in his heart to be like God. Isaiah 14, 13, run with me. In Isaiah 14, verse 13, kunnen we dus lezen hoe Satan. For thou hast said in thine heart, I will ascend into the heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sight of the north. Continue. I will ascend above the height of the cloud. I will be like the Most High God. So because of this, Satan was cast out. Say cast out. En vanwege dit werd Satan dus uitgeworpen. Remember. Onthoud. At this point. Dat op dit punt. He was Lucifer. Dat hij Lucifer was. His thoughts. Zijn gedachten. Made him Satan. Maakte hem Satan. God did not create Satan. En God heeft Satan niet gecreëerd. Sin created Satan. Zonde heeft Satan gecreëerd. So people say, they sing this song. God made man. Man made woman. Woman made Satan. Satan spoiled the world. No, woman did not make nobody. Let me tell you, sin created Satan. God doesn't know sin. When you look at God, you will not see sin. God can only create who he is. En God heeft Satan niet geschapen, want God kan alleen maar maken wie hij is. He cannot create anything less than himself. Hij kan niet iets minders maken dan zichzelf. He only create who he is. Hij creëert alleen maar wie hij is. So sin, dus zonde, created Satan. Creëert Satan. So what did Satan do? Dus wat deed Satan? Satan now came. Satan kwam nu to the sinless man. Naar de zondeloze mens. In Revelation chapter number 12 verse 4. En in Openbaring 12 vers 4. Get there for me, we are going somewhere.
Laten we daar naartoe gaan. We gaan ergens heen. You must understand this before you understand next week. Je moet dit begrijpen voordat je het volgende week begrijpt. And he still drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. But you see, Satan was cast out of the presence of God because of sin. Jesus said in the book of Luke 10, verse 18. En Satan werd dus uit de tegenwoordigheid van God geworpen vanwege zonde. En in Lucas 10 vers 18 kunnen we lezen: Abiel Satan as lightning fall from heaven. By the way, he was there when Satan was cast out because he did the job. Are you getting it? En Jezus was daar, want hij heeft het zelf gedaan. Are you getting this? Hoort je dat? So he was cast out. So when Satan was cast out of the presence of God, where did he come? He came into the garden. En toen Satan uit de tegenwoordigheid van God werd geworpen, kwam hij dus in de tuin. He came into the garden. Hij kwam in de tuin. Now Satan. Nu Satan. Is now. Is represent sin. Presenteert zonde. When he came into the garden. En toen hij de tuin inkwam. He engaged Eve in a conversation. Genesis chapter 3. Get there for me. Remember. Eve was sinless. En hij ging in gesprek met Eva. En Eva was, onthoud, zondeloos. She had a nature without sin. Ze had een natuur zonder zonde. That means when you look at his DNA, or her DNA. Dus als je kijkt naar haar DNA. You will see a sinless person. Zal je een zondeloos persoon zien. Somebody that looks like God. Iemand die als God is. Man was created in his image. Want de mens werd geschapen in zijn gelijkenis. But what happened? Now Satan was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, had God said, ye shall not eat of the tree of the garden. He did not even know which one. Hij wist niet eens welke. So, till now, if Adam and Eve have not partake in the tree of life, they have not touched it yet. And they have not also partake in the tree of knowledge and evil. En ze waren op dit punt waren ze dus nog niet hebben ze gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad, maar ook niet van de boom van het leven. Dus Satan was aan het vragen van hoe het precies zat, want hij wist niet eens welke boom het was. Adam and Eve till now have not exercised choice. Dus Adam en Eva hadden nog niet te maken gehad met beslissing maken. They never made any decision. Want het was ook niet nodig. The first person that introduced them to choose was the devil. En de eerste persoon die hem introduceerde in keuzes maken was de duivel. Come on now. They were living with God. Ze leefden met God. Everything was cool. Alles was goed. Adam even named the animals. Adam noemde zelfs de dieren. Everything was cool. Alles was goed. But you see, maar ziet u, when Satan came, toen Satan kwam, he began to question, begon hij zich af te vragen, their intelligence, hun intelligentie, so that they can learn to choose, zodat ze konden leren om te kiezen. Satan has been with God. En Satan is zo. And he understands. En hij wist that anything that God created has a willpower of choice. En dat alles wat God maakt heeft de wilskracht van keus. The ability to choose to say yes and no. Het vermogen om ja en nee er tegen te zeggen. That is the will which every human being carries. En dat is de wilskracht die elke mens gegeven is. So watch this. Dus kijk dit. Verse 2. Vers 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit, remember I say seed means fruit, of the trees of the garden, continue, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, remember that fruit means, en de vrucht betekent zaad, God had said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good
and evil. So Satan tempted Eve. Instead of Eve to eat of the tree of life, that will make Eve to be like God himself, Eve now partake of the tree of knowledge that is good and evil, because Eve think that is what will make her to be like God or to be wiser than God. En in plaats dat Eva deelneemt aan de boom van het leven, heeft ze de keuze gemaakt om te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Omdat ze dacht dat ze dan net als God zal zijn. Now watch this. Kijk dit. Are we here? Zijn we hier? And verse 6. And when the woman saw that the tree was good, I'm not going to go there for food, and that it was pleasant to the eyes, and that and a tree to be desired to make one wise, she took of the seed, the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Now, the moment she did that, een moment dat ze dat deed, something happened. Gebeurde iets. She put up another nature. Toen deed ze een andere natuur aan. She put up a fallen nature. Een gevallen natuur. When Eve partake of that fruit. En toen Eva daar dus aan deelnam aan die vrucht. There is something she lose immediately. Was er iets wat ze onmiddellijk verloor? The presence of God. De tegenwoordigheid van God. The presence of God was their covering. De tegenwoordigheid van God was hun bedekking. Immediately. En gelijk. She lose it. Was ze het kwijt. Now something was happening in the realm of the spirit. En nu gebeurde er iets in de geestelijke atmosfeer. She attracted darkness. Ze trok ook duisternis aan. But the husband Adam. Maar haar man Adam. Was still standing in the light. Stond nog steeds in het licht. So. Eve. Dus Eva. Was deceived. Werd misleid. To take part of this. Om hier aan deel te nemen. And she chose. En ze koos. To do that. Om dat te doen. Adam. Adam. The husband. Haar man. When he met the wife. Toen hij zijn vrouw zag. He discovered. Kwam hij erachter. They don't talk the same language anymore. Dat ze niet meer dezelfde taal spreken. So what did he do? Dus wat deed hij? He decided. Hij besloot. By choice. Door een keuze te maken. Eve by choice. Eva door keuze. Towards the devil. Naar de duivel toe. Adam by choice. En Adam door keuze. Towards the wife. Naar zijn vrouw toe. And he too. En hij ook. Took part of the same. Nam deel aan hetzelfde. And what happened? En wat gebeurde er? He embraced darkness. Hij omarmde duisternis. His nature also changed. Zijn natuur veranderde ook. So the Bible says. Dus de Bijbel zegt. They both died. Dat ze allebei stierven. What does that mean by they died? En wat betekent dat ze stierven? It means. Het betekent. Their spirit man. Hun geest. That was in constant fellowship die with the Lord. Continu. Contact stond en gemeenschap stond met de Heer. Have no more God in it. Had helemaal geen God meer erin. It became separated from God. Het was nu afgesneden van God. It became completely separated from God. Het werd compleet afgesneden van God. So what happened to these people? Dus wat gebeurde met deze They mensen? Start to hide from God. Nu begonnen ze te schuilen voor God. And that is what happened to everybody in the world that doesn't know God. En dat is wat er gebeurt met heel veel mensen in de wereld als ze God niet kennen. They start to hide from God. Ze beginnen voor God te schuilen. They hide themselves from God. En ze schuilen zichzelf voor God. And God came around. En God kwam dan. And was asking, where are thou? En vroeg zich af van waar zijn jullie? Is that what the Bible says? Is dat wat de Bijbel zegt? And the Lord called unto Adam and said unto him, where are thou? And he said, I heard the voice in the garden and I was afraid. Before he didn't know what fear was. En voorheen wist hij niet eens wat angst was. Before
He did not know he was naked because he was covered with glory. En voorheen wist hij niet eens dat hij naakt was, omdat hij bedekt was met glorie. He was more conscious about the presence. En hij was meer bewust van de tegenwoordigheid. Now. Nu. He said, because I was naked and I hid myself. I hid myself. Darkness cannot stand the glory of God. En duisternis kan de glorie van God niet weerstaan. So now watch this. Dus nu kijk dit. Man now begin to have man at that same moment when they partake of that tree, man had a fallen nature. Say a fallen nature. En een mens had een gevallen staat. Say a fallen nature. Een gevallen staat. Say a fallen nature. Een gevallen staat. So watch this. Dus kijk dit. When God created man. Toen God de mens schiep. When he created man. Toen hij de mens schiep. This is for example. Dit is bijvoorbeeld. Your soul. Uw ziel. What does your soul have? En wat doet uw ziel? Huh? Will and emotions. Mind, will, and emotions. So, when man fell, en toen de mens viel, he can no longer reach God. Kon hij God niet meer bereiken. So he began to operate. Dus begon hij te opereren. Through his soul. Door zijn ziel. The spirit is dead. En de geest is dus dood. Ephesians chapter 2 verse 1 says. Ephesians 2 vers 1 zegt. He said, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins. What was dead? When the Bible says, when God told man that the day you eat of this you will die. What died? The spirit died. En wat voor dood was dit? Een geestelijke dood, want die geest, hun geest ging dood. A spiritually dead person. En een geestelijk dood persoon. Is a life without God. Is een leven zonder God. A life without God. Een leven zonder God. So biologically speaking. Dus biologisch gesproken. You inherit a life from your parents. Erf je een leven van je ouders. Without God in it. Zonder God erin. So you can live the life that you are living, but there is no God in you. En je kan dus het leven leiden dat je leeft, maar er zit geen God in. So spiritually, dus geestelijk gezien, Adam and Eve died. Adam en Eva stierven. Adam and Eve could only relate to things by using their five senses and their soul. Adam en Eva konden alleen maar met dingen in contact komen door hun vijf zintuigen dat te maken had met hun ziel. Their soul, hun ziel, become the God in their life. Begon de God te worden in hun leven. She now was motivated. She does things now by her five senses. He does things by his five senses. It was no more God leading them. It was her feelings and what she experiences that guides them. But there was no God in them. En ze werden niet langer meer door God geleid. Nee, ze werden geleid door hun gevoelens, door hun gedachtes, door hun wil, door wat ze hadden opgevat en wat ze hebben meegemaakt. When you look at your body, en wanneer je kijkt naar je lichaam, you will see five senses. Dan zie je vijf zintuigen. You will see, dan zie je. You will see something. Dan zie je iets. Five senses. This is your body. You will see that you have what? Sight. Hearing. You have ears. Smelling. You have nose. Touch. You can touch. Taste. You can taste.
This is your body. Dit is uw lichaam. Are you getting this? Hoort u dat? So when man loses God. Dus wanneer de mens God verliest. He begins to operate. Dan valt hij terug. Through his body and soul. Naar zijn ziel en zijn lichaam. Are you getting this? We get our secular education through our five senses. En onze seculiere opleidingen, onderwijs die we genieten, doen we door onze vijf zintuigen. You appreciate music because of what you hear. En je waardeert muziek door wat je hoort. You appreciate food from the taste. En je waardeert eten door wat je proeft. You admire things through sight. En je bewondert dingen door wat je ziet. You feel things because you touch them. En je voelt dingen omdat je ze aanraakt. You can smell whether something is good. En je kan ruiken of iets goed through is. Your nostrils. Of het niet zo is door je neus. That is how man begin to function. En zo begon de mens dus te functioneren. Man begin to make decisions based on seeing, taste, hearing, touch and smelling. En de mens begon te opereren afhankelijk van wat ze zien, wat ze voelen, wat ze horen, wat ze proeven en aanraken. So the little knowledge that Adam and Eve received from God before they fell, that is the knowledge they communicated to their soul and to their body. Dus dat kleine beetje kennis wat ze hadden van God, dat werd gecommuniceerd naar hun ziel en hun lichaam. So man now. Dus de mens. The soul of man. De ziel van de mens. Become his God. Begon zijn God te worden. The body. Het lichaam. Become his servant. Werd een dienstknecht. And the spirit. En de geest. Become the slave. Werd de slaaf. But when man was created. Maar toen de mens werd gecreëerd. The spirit was the king. Was de geest de koning. The soul was the servant. De ziel was de dienstknecht. And the body was the slave. En het lichaam was de slaaf. But because man lose God. Maar omdat de mens God verloor. And can no more get godly information. En ik kan geen goddelijke informatie meer ophalen. Man zegt, well, I must keep going on. En de mens zegt, nou, ik moet in de overlevingsmodus. Man begint to depend on his five senses for survival. En begon dus te afhankelijk te zijn van zijn vijf zintuigen. And this is the nature. En dit is de natuur. That Adam. Die Adam. Communicated to Abel. Had gecommuniceerd naar Abel. To Cain. Naar Cain. That means this is what he passed on to his generation. En dit is wat hij dus doorgaf aan zijn generatie. So you are not a sinner because you smoke. Dus je bent niet een zondaar omdat je rookt. You are not a sinner because you fornicate. En je bent dus ook niet een zondaar omdat je hoererij pleegt. Because this nature. Want deze natuur. Speaks of rebellion. Spreekt van rebellie. That's why a child. Daarom een kind. That is born. Die geboren is. Innocent. Onschuldig. All of a sudden at a certain age begin to lie. En op een bepaalde leeftijd begint te liegen. Nobody need to teach the child how to lie. Niemand hoeft dat kind te leren om te liegen. The child carries a nature. Want het kind draagt de natuur. That is rebellion towards, rebellious towards God. Die rebels is tegenover God. So the child lies automatically because of a nature. Dus het kind liegt automatisch vanwege een natuur. The person fornicates because of a nature. En de persoon die gaat vreemd of die pleegt hoererij vanwege een natuur. I feel depressed. Ik voel me depressief. You pick a cigarette. En je neemt een sigaret. The nature. De natuur. Causes that to happen. Zorgt ervoor dat dat gebeurt. Are you getting this? Hoort u dat? So, human beings. Dus mensen. Everybody on this planet Earth. Iedereen op deze planeet Aarde. That is not born again. Die niet wederom geboren is. This is how they function. Dit is dus hoe je functioneert. That's why they believe so much in academics to educate their mind, to strengthen their mind, because that has become their God. En daarom geloven ze zo erg in
opleidingen en academisch gewoon goed geschoold zijn, want ze zijn zo afhankelijk van hun verstand. They live by feelings. Ze leven door emoties. I feel good. Ik voel me goed. Let me go here. Laat me hier naartoe. If gaan. I don't feel good, als ik me niet goed voel, let me sit down. Laat me zitten. You admire somebody. Je bewondert iemand. The person is handsome. De persoon is knap. That is my husband. Dat is mijn man. And because the person is ugly, en omdat de persoon lelijk is, that is not what I want. Dat is niet wat ik wil. You see, they operate like that. En zo opereren ze. That is how the world operates. Dat is hoe de wereld functioneert. If you are highly educated, highly educated. Als u hooggeschoold bent, you are respected. Dan word je gerespecteerd. If you did not go to school, maar als je niet naar school bent, you are nobody. Ben je niemand. So they think, dus ze denken, until I educate myself, totdat ik mezelf school, that means, dat betekent, I am powerful. Dat ik krachtig ben. That is because of a nature without God. Maar het is vanwege een natuur zonder God. Now is education wrong? En is opleiding slecht? No. Nee. Education is not wrong. Opleiding is niet slecht. So man without God. Dus een mens zonder God. Uses his five senses. Gebruikt zijn vijf zintuigen. To empower his or herself. Om zichzelf te bekrachtigen. So we all before we got born again. Dus wij allemaal voordat we wederom geboren werden. We were born into this dilemma. Werden we geboren in dit dilemma. We were born into this situation. We werden geboren in deze situatie. We were born with a life without God in it. We werden geboren met een leven zonder God erin. And it's because people don't have God in them. That is what will cause them to go to hell. En omdat mensen geen God in hen hebben, dat is de reden dat ze naar de hel gaan. Not because they are smoking. Niet omdat ze roken. Smoking is a product of a nature. Roken is een product van een bepaalde natuur. Fornication is a product of a nature. Hoererij is een product van een natuur. Lies telling is a product of a nature. Leugens vertellen is een product van een natuur. Scamming people is a product of a nature. Mensen aftroggelen is een product van een natuur. 419 is a product of a nature. En een hele zwendelarenhandel opzetten is een product van de natuur. Smooth-talkers is a product of Satan. En mensen die kunnen vlijen en heel smooth kunnen praten, zijn een product van Satan. Is a product. Een product. Is a product of a nature. Is product van de natuur. And because of that. En vanwege dat. Man partook. Partook of a seed that he was not supposed to, and now his nature changed. Heeft de mens deelgenomen aan een zaad wat eigenlijk niet voor hun bestemd was, en nu zitten ze vast aan de natuur. At least he would have taken part in the tree of life. Hadden ze maar genomen van de boom des levens. But he chose the one that caused him to fall. Maar hij koos die boom die hem deed vallen. And when God came, en toen God kwam into that garden, in die tuin, God sought for redemption. Zocht God voor verlossing. Redemption is as a result of the fallen nature of man. God said, I will redeem you from your state. En verlossing kwam omdat de mens was vervallen in een bepaalde staat. That's why the Bible says, all have sinned. Daarom zegt de Bijbel dat we allemaal gezondigd hebben. Excluding Jesus. Behalve Jezus. All have sinned and have come short of the glory of God. En we hebben allemaal gezondigd en komen tekort in de glorie van God. Do you understand it now? Begrijpt u nu wat? So when you are born again. Dus als u wederom geboren bent. That will be next week. Dat is volgende week. The nature that you have. Natuur dat u heeft. Is not the same. Is niet hetzelfde. Of what you used to have. Of wat u nu wat u toen had. The problem with the born again Christian. Het probleem met de wedergeboren christen is that instead of them being conformed into who they are. In plaats dat ze veranderen in wie ze horen te zijn. Their soul.
Is een ziel is still carrying information of dead works. Nog steeds oude informatie draagt van dode werken. Your soul still have the information of who you used to be. Want je ziel heeft geen upgrade gehad, dus het draagt nog de informatie van wie je was. So now you operate, the way you still operate though you are born again is based on how you feel. En nu ben je wederom geboren, maar je maakt beslissingen gebaseerd op hoe jij je voelt. They rebuke you. Ze geven je een terechtwijzing. In church. In de kerk. You don't feel good. Je voelt je niet goed eronder. I think that he look. Ja, I don't like it. It's the same thing with Adam and Eve. Is hetzelfde met Adam en Eva. They sin. Ze zondigden. They begin to hide. En toen begonnen ze te schuilen. They rebuke you. En ze vermanen je, ze stellen je terecht. They rebuke you in church. Ze wijzen je terecht. Instead of you to draw closer. In plaats dat je dichterbij komt. You push further. You went far. Ga je juist schuilen? Hey. Five senses. Vijf zintuigen. Satan. You operate by your feelings. Je opereert door je emoties. People even have to be careful how they talk to you. En mensen moeten zelfs voorzichtig zijn hoe ze je benaderen. So the person that is supposed to help you. En de persoon die je hoort te helpen. Cannot really help you the right way. Kan je niet op de juiste manier helpen. Because you are still so soulish. Want je bent nog steeds zo zielig. Ja, dat is het probleem. Are you getting this? Hoort je dat? Your soul. Uw ziel. When you look at your soul. Wanneer je kijkt naar je ziel. Is the part in which you execute. You execute decisions after you have think about it. Je ziel is uiteindelijk de faculteit waar je beslissingen maakt. Waar je dus uiteindelijk komt tot een eindoordeel. Want je hebt erover nagedacht. Je hebt over dingen in overweging genomen. De manier misschien hoe je erover voelt. En dan komt dan een beslissing uit. En die wordt gemaakt vanuit je ziel. Are you getting this? Hoort u dat? Your soul. Je ziel. So, when you go preach to somebody on the street. Dus als je tegen iemand predikt op straat. What is going on? Wat er aan de hand is. The person is dead. De persoon is dood. So people always say, they give their life to God. No, you didn't give. God doesn't make any use of something that is dead. That is a wrong doctrine. You didn't give your life to God. He gave you his life. Hallo. En jij hebt je leven niet gegeven aan God. Hallo, je was dood. Dus God heeft zijn leven gegeven aan jou. So watch this. Dus kijk dit. Are you still here? Zijn jullie nog steeds hier? Are you sure? Weet je het zeker? Sure, sure. Zeker, zeker. So. Dus. This is your spirit. Dit is je geest. Your spirit have something I call. Uw geest heeft iets wat ik noem. Conscience. Geweten. You see, your mind is there for imagination, and it gives you pictures, right? Yes. En je verstand is daar, en het geeft je beelden. With your will, you execute information gathered. En met je wil begin je dingen te doen. En je maakt dus beslissingen op de informatie die je hebt vergaderd. Emotions tells you of how you feel. En emoties zeggen iets over hoe je voelt. But when God created man. En wanneer God de mens schiep. God was not relating to man through the soul. Ging God niet spreken tegen de mens tot de ziel. It was through his spirit. Het was door zijn geest. Then the information moved to the soul. En de informatie ging naar de ziel. The soul was born. En de ziel werd geboren. As a result of God breathing into that empty cocoon. They call it body. En die ziel werd dus geboren toen God blies in dat lege lichaam. En dat noemen ze lichaam. And then, en toen. The Bible said man become a living soul. Toen werd de mens een levende ziel. So the chemistry between the spirit and the body gave birth to the soul. But you see, God relates to man through his spirit. En de samenwerking tussen de geest en het lichaam bracht voort een ziel.
Maar God spreekt altijd tot de geest. So you see something here in your spirit. Dus je ziet iets wat in je geest ook is. They call it intuition. En ze noemen het intuïtie. In with your intuition. En met uw intuïtie. You receive information without the use of your five senses. Ontvang je informatie zonder je vijf zintuigen. You just know certain things. Je weet gewoon bepaalde dingen. Without your five senses. Zonder je vijf zintuigen. Are you getting this? Hoort u dat? Then there is something that this spirit man also does. He has the ability to communicate. En er is ook iets wat deze geestelijk wezen kan doen. Het kan communiceren. And he have many other characteristics also. En heeft heel veel andere karaktereigenschappen. So, when man died. En als de, toen de mens stierf. He died. Stierf hij. Everything here was dead. Alles werd uitgeschakeld. Alles when something dood. Is dead. En als iets dood is. The thing doesn't function. Dan kan het dus niet functioneren. Dead means without God. Dood betekent zonder God. Are you learning something? Leer je iets? Now, you have to understand this before we get into being born again and not of corruptible seed, but of incorruptible seed by the word of God, which liveth and abideth forever. If you don't understand this, you will get your doctrine mixed up. That's why we have Christians today. Hallelujah. The next day, I don't know. And the next day, I am dying. The next day, I don't think I have favor. And the next day, I think demons are chasing me. And the other day, I think I have authority. You see, it's because you don't know your DNA. Hallo. En het is heel belangrijk dat je deze basis kent. Het is heel belangrijk dat je deze principes begrijpt. Dat je begrijpt wat de Bijbel zegt over vergankelijk zaad en onvergankelijk zaad. Dat je begrijpt van welke DNA u nu gemaakt bent en waar u dus vandaan komt. Waar u eerst stond en waar u nu bent geplaatst. Dat u dus nu het leven van God heeft ontvangen, gekregen. En dat is de reden waarom heel veel mensen niet het christelijk geloof goed kunnen uitdragen. Omdat ze nog zo verknocht zijn aan de dingen van het verleden. Ze praten als het verleden. Ze handelen als het verleden. Ze denken als het verleden. En als we dus naar je kijken, zeg je dat je een christen bent, maar je praat niet als één. Je zegt dat je dingen doet voor God, maar je praat niet als God. So watch this. This man is dead. En deze mens is dood. So this man is selfish. Dus deze mens is zelfzuchtig. It's about I. Het gaat alleen maar over ik. En ik. You have you communicate talk to somebody, the whole conversation is about the person. En heb je ooit met iemand gesproken en die persoon die praat alleen maar over zichzelf? Hey. Ik. It becomes your new topic for the day. Is gewoon je nieuwe topic. You don't even care how the others feel. Je maakt niet eens uit hoe die ander zich voelt. It's about you. Het gaat alleen maar om jou. Selfish. Zelfzuchtig. The knowledge that this man has. De kennis die die persoon heeft. James chapter 3 verse 14 to 16. Get there for me before next week I eat some things. Jacobus 3 vers 14 tot en met 16. His wisdom. Zijn wijsheid. These are all the character of the man. En dit zijn al die karaktereigenschappen van de mens. But if you have bitter envy and strife in your heart, glory not and lie not against the truth. Continue. This wisdom descended not from above. But it is earthly. And it is sensual. And it is devilish. So this man, that is his wisdom. His wisdom is earthly, sensual and devilish. Dus that is what the Bible says. Dus die wijsheid is aards, natuurlijk en duivels. And verse 16. En 16 zegt. For where envy and strife is, this man is an embodiment of confusion. En deze persoon is zit vol verwarring. Because the spirit is dead. Want die geest is dood. Now your soul. Nu je ziel. That is supposed to be your servant. Die jou hoort te dienen. Start to lead you. Begint jou te leiden. So this man is being led by the soul.
Dus deze persoon wordt geleid door de ziel. No more by the spirit. Helemaal niet door de geest. The spirit is dead. En die geest is dood. I will say it again. The spirit is. Yeah. En die geest is dood. So the people in the world. Dus de mensen in de wereld. That don't have God. Die God niet. I am not saying they don't have a spirit. Ik zeg niet dat ze geen geest hebben. But their spirit is not alive unto God. Maar hun geest is niet levend aan God. And a life without God is dead. En een leven zonder God is dood. A life without God is dead. Een leven zonder God is dood. I want this to soak. En ik wil dat dit zinkt. And where did they get this life from? En waar hebben ze dit leven vandaan? From the fallen Adam. Van de gevallen Adam. The first Adam. De eerste Adam. So their life, every human being on this earth. Dus elk mens hier op aarde. Before you were born again. Voordat u wederom geboren. You had a fallen nature. Had u een vervallen natuur. A nature without God. Een natuur zonder God. Now you are born again. Nu bent u wederom geboren. You have another kind of nature. Nu heeft u een andere natuur. A nature with God in it. Een natuur met God erin. Are you getting this? Hoort u dat? So watch this. Dus luister dit. This man. Deze mens. His intuition. Zijn intuïtie. His conscience. Zijn geweten. Is seared. Zij verdoofd. Yes. Communication. Communicatie. Is about ik. Gaat alleen maar over jezelf. And you can see his character. En je kan ook zijn karakter zien. Vol van verwarring en duivels. Are you getting this? So, how do people get born again? Their spirit is dead. En hoe worden mensen wederom geboren? Hun geest was dood. This man lives by through the body. Now the body has become the servant. The soul has become the king. And then the spirit that is dead, useless, is a slave. En de verhoudingen voordat u tot bekering komt of voor de mensen in de wereld is dat uw geest een slaaf is. Uw ziel is de koning en uw lichaam is daar in dienst van. Are you getting this? Hoort u dat? This man en deze expresses mens itself uit zichzelf through the body. Door het lichaam. When Jesus was coming on the planet Earth, toen Jezus op aarde kwam, God needed a body to express himself. Had Jezus een lichaam nodig om zichzelf te uiten. Our body should be the expression of God on the planet Earth. Hoort een uiting te zijn van God hier op aarde. Are you getting this? Hoort je dat? Is somebody understanding this? Begrijpt iemand dit? So, this is how this man functions. Dus dit is hoe deze mens functioneert. Everything is dead. Alles is dood. So, Joshua chapter number 24. Dus Joshua, hoofdstuk 24. Vers 15. Vers 15. Which I will close with this. Waar ik mee ga afsluiten. Say the life of God. The life of God. But if you don't want to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Decision. Where? Beslissing. Where? Where? Say it boldly. Decision. Where? So, when you preach to others, wanneer je preekt, you are confronting the soul with the truth. Yeah. Dan confronteer je de ziel met de waarheid. That is where they make the decisions. Want dat is waar ze hun beslissingen maken. Whether they have to serve God or not. Of ze God zullen dienen of niet. Somebody say, well, I give my life to him. Ja, ik geef mijn leven aan hem. No, you didn't give your life to him. You accepted his life. Nee, je hebt je leven niet gegeven. Je hebt zijn leven geaccepteerd. Because the life that you think you have. Want het leven dat je zogenaamd dacht te hebben. Is natural human life. Is natuurlijk menselijk leven. Is a life without God. Is een leven zonder God. And that life is dead. En dat leven is dood. God did not take the dead thing. Wow. En God heeft de doden niet genomen. Oh my goodness. But God gave you himself. Maar God heeft zichzelf gegeven. So when you preach, dus wanneer je predikt, the word, het woord, the word is life, het woord is leven, the word is a seed, het woord is een zaad. Man took the wrong seed, en de mens nam de verkeerde zaad, and died, en stierf. For man,
En voor de mens. To come alive. Om leven te worden. He need another seed. Heeft hij een ander zaad nodig? Are you getting this? Hoort u dat? He need another seed. So when you go preach to people. Dus als je predikt tot mensen. What you are saying. Wat je zegt. Is a seed. Is een zaad. Man, you are sowing a seed. En je zaait dus een zaad. Luke chapter number 8. Lucas hoofdstuk 8. Verse 5. Vers 5. You are sowing a seed. En je zaait een zaad. And that seed is God. En dat zaad is God. So when the person here, the sower went out to sow his seed. That seed is perfect. En dat zaad is perfect. That seed is God. Dat zaad is God. That seed is life. En dat zaad is leven. Now when the man say yes. En nu wanneer de mens zegt ja. That seed is planted. Amen. Dan wordt het zaad geplant. Amen. The seed is. Planted. When the man say yes, the seed is. Planted. You see, the problem was not about cleansing anymore, because that is why Jesus died. En het probleem was niet over het reinigen, want daarom is Jezus gestorven. When Jesus died, want toen Jezus stierf, he cleanses the sin of all. Heeft hij de zonde, including the uncle that is a witch doctor in a village. En zelfs die heksendokter, je oom in het dorp. But you see, maar ziet u, the seed is not planted. Het zaad is niet geplant. Because there is a problem with the nature. Want er is een probleem met de natuur. People go to hell because their nature is wrong. En mensen gaan naar de hel omdat hun natuur verkeerd is. So there is a reason to live. En er is dus een reden om te leven. Beyond your natural life. Boven uw natuurlijke leven. There is a reason to live. Er is een reden om te leven. More than what you have experienced. Meer dan wat u heeft ervaren. Because you see, the natural man without God, at some point they get tired, confused, and they feel miserable. Want een natuurlijke mens wordt op een bepaald, moment gewoon moe, verward. En ze hebben er geen zin meer in en ze geven op. Is somebody getting this? That's why it is very important. En daarom is het heel belangrijk. That you understand. Dat u begrijpt. You are soul. Uw ziel. It's the decision faculty in your life. Dat is de beslissing faculteit in uw leven. That is where you have willpower. Dat is waar je wilskracht hebt. And most people, en de meeste mensen, because they are born again, they don't know the difference. Omdat ze wederom geboren zijn en ze weten het verschil niet. You see, your spirit, uw geest, is what knows. Is wat weet. Your soul, uw ziel, is what reasons. Is wat beredeneert. And your body. En uw lichaam is what always feels. Is wat altijd maar van alles voelt. And God is not moved by the feeling. En God wordt niet bewogen door het gevoel. God is not moved by the reasoning. God wordt ook niet bewogen door je beredenering. That's why Paul said. En daarom zegt Paulus. I pray that the eyes of your understanding may be enlightened. Ik bid dat de ogen van uw verstand worden verlicht. Because you can be born again. Want je kan wederom geboren zijn. Until the eyes of your understanding is enlightened, you will keep acting as if you are not born again. En pas wanneer je ogen van je verstand verlicht worden, dan zal je altijd je gedragen als mensen in de wereld. Sense knowledge people. Mensen die afgaan op wat ze voelen. Don't do this. En wat ze bedenken. En wat voor kennis ze beschikbaar hebben. You said, don't do this. Ja, doe dit niet. And then they say, why? Hij zei, waarom niet? Still reasoning it. Omdat je er nog steeds beredeneert. Just like how Eve was trying to reason with Satan in the garden and then she fell. Yeah. Net zoals Eva dacht te beredeneren met Satan en toen viel ze. So you can see this man, say this man is dead. Dus je kan zien dat deze mens is dood. Now, Ephesians chapter, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, tells you a little bit about this man. Don't worry, very soon I'll be out of the way though. I'll be out of the way. Now look at this. 1 Corinthians 2 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are
For they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. That means the reason why he can't know them, because he is spiritually dead. En de reden waarom hij het niet kan weten, omdat die geest dood is. So he doesn't know God. Dus hij kent God niet. He is dead. Hij is dood. He function by dead works. En hij functioneert door dode werken. Yeah, you can see a lot of good things. Ja, je kan wel goede dingen around zien. Them. All their labor is to deliver it for you for free. En alles wat ze doen, al hun werk, is voor gratis. Do you know how much gold Pharaoh accumulated? Accumulated. Then in one day. En weet u hoeveel goud Farao verzamelde in één dag? In one day. Eén dag. The gold was transported to people. Werd het goud overgedragen aan mensen? That did not even accumulate any. Ja, helemaal niks hadden. So when you want to look at this thing. Really, people are working for you. Wereldse mensen werken voor u. Hallo. You don't like to hear that. Dat wil je niet horen. Well, that was one of the prophecies that we received here in Isaiah 60. En dat is wel een van de dingen die we hebben ontvangen in Isaiah 60. We learn here that God can connect you to even a wealthy person just because he wants to transfer wealth. En we hebben zelfs geleerd dat God je kan connecten met wereldse personen omdat er een financiële overdracht moet plaatsvinden. Are you getting this? This man also is very carnal. Deze mens is ook heel erg. So when you preach to somebody, als je met iemand tot iemand preekt, the soul surrenders. De ziel geeft zich over. When the soul surrenders, als de ziel zich overgeeft, the seed is planted. Dan is het zaad geplant. Then that man. En dan die mens is now born again. Is nu wederom geboren. Amen. That man is now born again. Now that man now carries another nature. En die mens draagt nu een andere natuur. So you had friends. Dus je had vrienden. Before. Voorheen. They are worldly friends. Zijn wereldse vrienden. But actually. Maar eigenlijk. Those are two different persons. Dat zijn twee verschillende personen. I know. Ik weet. That they said to you, well, you are the same. You are not. En dat ze zeggen, ja, u bent hetzelfde. Nee, dat bent u helemaal niet. You are not. Dat bent u niet. You don't have the same DNA. Je hebt niet meer dezelfde DNA. You are not from the same offspring. Je bent niet meer van dezelfde nakomelingschap. You are two different persons. Je bent totaal ander persoon. Is somebody getting this? So next week. Dus volgende week. I will take you into the in-depth of what it really means you are born again. En volgende week gaan we het hebben wat het echt inhoudt om wederom geboren te zijn. So that you don't just go to church. Zodat je niet zomaar naar de kerk gaat. That's why you see sometimes people still be very confused. En daarom gedragen mensen zich nog heel erg voor. For nothing. Voor niets. You are in church, they are teaching you the word, you are not listening to it. Je bent in de kerk, ze onderwijzen je het woord, maar je luistert. But you are busy with other things. Maar je bent bezig met andere dingen. You are carrying a character. Je hebt een karakter. Of James 3. Van Jacobus 3. Verse 14 to 16. You are very confused. Je bent heel erg verward. Do you know why? Weet je waarom? Your soul. Je ziel. It's not renewed. Is niet vernieuwd. You are born again. Je bent wederom geboren. You still find yourself fornicating. En je vindt jezelf nog steeds hoererij plegen. You still find yourself lying. En je liegt nog steeds. It's because. Is omdat. Your soul. Je ziel. Have not embraced. Heeft niet omarmd. The seed. Het zaad. That is sown. Dat gezaaid is. Is somebody getting this? Hoort iemand so, niet? We as believers in Christ. Dus wij als gelovigen in Christus. Put for me Joshua. Let's close with Joshua. And then. Laten we afsluiten met Joshua. Let's close with Joshua. Laten we afsluiten met Joshua. But if you don't want to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Even if you choose the gods your ancestors served on the other side of Ephrates, or the gods of the Amorites in whose land you live, my family and I will serve
the Lord. That is a decision. It's what I call willpower. Dat is een beslissing. Dat is wat ik noem wilskracht. Emotionally, he has concluded. Emotioneel heeft hij een beslissing gemaakt. Are you getting this? Yes. Hoort je dat? He has concluded. Hij heeft een conclusie getrokken. His mind. Zijn verstand. Has been made up. Hij heeft zijn zinnen erop gezet. He has the image of God. Hij heeft de gelijkenis van God. No, I want to serve God. Dat hij God wil dienen. And with his will. En met zijn wil. He executes it. Voert hij het uit. Whenever you go preach to people. Wanneer je met mensen gaat prediken. That is what happens. Dat is wat er gebeurt. The ones that say no. De mensen die zeggen nee. Their soul. Hun ziel. Is still reasoning a lot. Redeneert nog heel veel. That's why the Bible says Satan has blinded the eyes of their understanding. He has blinded their mind. En Satan heeft de ogen van hun verstand verblind. 2 Corinthians 4:4. Is that what the Bible says? 2 Corinthians 4:4. Can you see scriptures coming alive? Zie je dat Bijbelteksten levendig worden? The person behind that thing must be fast this afternoon. Thank you. And until I ask you all these translations, just stay with my King James. Thank you. Hallelujah. In whom the God of this world has blinded the minds. Where is the mind? The soul. Can you see it? The mind. Yeah. Because it is in that area. You, for example, when I'm saying Jesus died for your sin, your mind is making pictures. Yes. En als ik zeg, ja, Jezus is gestorven voor uw zonde, dan maakt u verstand daar een beeld bij. He rose from the dead. Hij is opgestaan uit de dood. For your justification. Voor je gerechtvaardigheid. Your mind is making pictures. En je verstand maakt dan al beelden. You cannot change yourself. Je kan jezelf niet veranderen. Only God can change you. Alleen God your mind is also making pictures. What is your mind doing? Your mind is thinking about the whole thing and he's saying, it's true. It's je verstand true. Denkt erover na. But before then. God also knows how to make the soul of men ready. Weet God ook hoe hij de ziel van de mens klaar kan maken? Next time. Volgende keer. Not man. Man cannot make the soul of any man ready, but God. So that will be next time. En een mens kan het niet doen, maar God kan het wel doen. Dus volgende keer. And you will discover. En u zult ontdekken. Your whole Christian walk. Dat je hele christelijke. Is about understanding the seed in you. Dat je aan het ontdekken bent wat die zaad in u betekent. That is why I will teach this and I will continue with this in 2022. And I will still teach this. I will teach it until it soak in you. Because the reason why we have all these kind of unstable Christians, they don't even know who they are. En de reden waarom we allemaal van die labiele christenen hebben is omdat ze niet weten wie ze zijn. Oh, I have a gift. Ja, ik heb een gave. When the gift, when the anointing come upon you, I also see fornication manifest. Hey! En wanneer die salving op je komt, ben je ook degene die hoererij pleegt. Say. Because you don't know. Omdat je niet anointing is not only there for God to use you, but it's there to expose you. Salving is niet alleen daar dat God je kan gebruiken, maar laat ook al die dingen die daar nog schuilen eruit komen. Shatta. Ga meer preken. So you see people after they have been used mightily, they start thinking, let me go drink. And then the person is a Christian. Let me go smoke. Let me go for. Because they are hype. Het is omdat ze the anointing can make you get hype. En de salving kan ervoor zorgen dat je gaat. But also the anointing can expose in your life those things that God is telling you deal with. En die salving leg je ook bloot. That's why under strong anointing, the man of God can sense people with perverse spirit, people with this. People are sitting in church and yet he's sensing all these things. It's because the anointing is exposing it. En daarom, wanneer hij de man of vrouw onder de kracht van God staat, dan kunnen ze ervaren van perverse geesten en al die dingen, omdat de salving al deze dingen blootlegt. So next week. Dus volgende week. I'll be dealing with. Ga ik het hebben over. Today I've shown you the seed that is corrupt. Vandaag heb ik je laten zien het zaad dat vergankelijk is. Next week. Volgende week. I will show you the seed that is not corrupt. And that is where we're going to shoot up. En daar gaan we vanuit springen. Is somebody getting this? Hoort iemand dit? So when next time you begin to feel like. Dus volgende keer als je voelt. They rebuke you, you feel like. En je wordt bestraft en je voelt alsof. People talk to you, you frown your face.
Mensen praten met je en je wilt je gezicht fronsen. You must start to go now and tell God, please help me because moet je teruggaan I don't want my soul. Ik wil niet dat mijn ziel to keep pushing me away from my blessing. Mij wegduwt van mijn zegening. People cannot even feel free to come and talk to you. Mensen kunnen zich niet eens vrij voelen om ze because you are still very soulish. Want je bent nog heel zielig. I told my wife something this morning. Ik zei mevrouw iets tegen deze morgen. I said to her. Ik zei tegen haar. It's not sitting on the church that gets you anointed. Het is niet zitten in de kerk wat je gezalfd maakt. It is serving that gets het you is juist dienen dat je gezalfd maakt. Because anytime you start to serve, want elke keer als je begint te dienen, many things will be exposed about you you don't like. Worden heel veel dingen blootgelegd die je niet leuk vindt. Your pride will be confronted. Je trots wordt geconfronteerd. So it's easy to come and sit in church. Dus het is heel makkelijk om in de kerk te zitten. But if you want anointing. Maar als je salving wil, join a department, then go to cleaning department. Let Abigail be your boss. Then now, in the physical, you think you are more annoyed. You are a responsible person. You are very responsible. Maybe you are a director in a company. Then now, Abigail is working in a company. She's not even a director, but in church, she's your boss. Then we will begin to see. Then, because most of the time, there will this thing that will rise up in you. How dare you talk to me? Then God is looking at you. Look at you. You said you need anointing. Then you can't be a servant. Then you are copying every man of God. Hey, Benny Hinn was powerful. Are you in Benny Hinn's house? Oh, T.D. Jakes. Are you in T.D. Jakes' house? Stop admiring people that you are not. I love to be unique the way I am. En wat het vaak is met ons christenen. Ja, we willen in de kerk zitten. Maar in de kerk zitten gaat je karakter niet worden geschaafd. Je karakter komt naar boven als je juist gaat dienen. En wanneer je gaat dienen in een afdeling waar je leider in de wereld gezien standaard misschien minder dan jou is. Omdat ze niet een directeur is. En jij bent wel die geweldige directeur. In het dagelijks leven, op je kantoor, in de kerk moet je gewoon onderwerpen aan die leider. Die niet een directeur is. En dat is het punt waar je trots omhoog popt. Dat je zegt, nee ja. Ah, ik vind dit niet kunnen hoor. Dit is niet echt mijn ding. Dit is niet wat ik voel. That is pastoral authority. Hallo. Pastoral authority. So maybe you are the MP and you are sitting in this church. En misschien ben je wel minister-president en je zit in deze kerk. I have to respect you though that you are the MP. Ik moet je respecteren dat je minister-president bent. That is true. I have to. Ja, ik heb respect. Because you are solving a problem. Want je lost problemen op. Which I cannot solve. Die ik niet kan oplossen. But you must know the authority you are under. Yeah. Maar je moet weten de autoriteit. You must still know your place. Je moet wel je plek kennen. So most people that come to church, they love to occupy chairs. Dus de meeste mensen die naar de kerk komen, ze houden ervan om die stoel maar te houden. I'm still watching at them. Ik kijk nog steeds naar ze. When they will grow. Wanneer ze zullen groeien. And seek to be anointed. En zoeken om gezalfd te worden door dienstbaarheid. And every time they are running for people to put their hands on them. Maar elke keer kom je naar voren rennen dat handen opgelegd moeten worden. Because we think. Want we denken. That is the anointing. Dat de salving is. Nee. And that is the problem. It's all the soul, the soul, the soul, the soul, the soul, the soul. Because when this seed is planted in you, the soul will contend with the seed. Yeah. That's why you need the word to wash the soul. Next week, somebody stand on your